Dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van Brawl Stars. We hebben ontzettend veel gedaan in het verleden. En ook hebben we Brawl Stars geüpload vroeger. Misschien weten jullie het nog wel. Toen zag het spel er niet op deze manier uit. Maar was het zeg maar verticaal in plaats van horizontaal. Echt heel erg apart. In ieder geval, daar hebben we een hele serie over gemaakt. Toen was het gestopt omdat het een beetje eentonig werd. Maar nu gaan we misschien weer starten. Als jullie nog eventjes een duimpje omhoog willen doen. Als jullie de support willen geven. Dat zou super gewaardeerd worden. En je kunt natuurlijk abonneren op ons kanaal. Voor misschien wel meer Brawl Stars. Maar goed, het is dus een best wel lange tijd geleden dat ik Brawl Stars daadwerkelijk heb gespeeld. Ik heb het wel een keer geopend. Dus vandaar heb ik al deze kistjes niet meer. Maar ja, ik heb geen potje gespeeld. Dus dit wordt letterlijk het eerste potje in anderhalf jaar lang. Maar dat maakt niet uit. Ik denk dat ik er wel ready voor ben. Wat ik me kan herinneren was dat ik niet heel slecht ben. Dus was in ieder geval. Dus we gaan gewoon kijken hoe het nu gaat. Eerst even kijken naar de shop. Even kijken of we leuke dingen kunnen halen. Zo te zien zien we een Cyber Week deal. Dat is natuurlijk altijd chill. Maar ik weet niet of ik die ga halen hoor. Denk het niet. Ik houd voor nu eventjes gewoon bij dit wat ik nu heb. We gaan eventjes naar de brawlers. Zoals jullie zien, dit zijn mijn brawlers. Er zijn er ondertussen veel meer uitgekomen. Oh, dat valt eigenlijk wel mee. Oké, valt eigenlijk wel mee, Crawlball. Ik dacht dat er veel meer waren. Maar er zijn wel een paar nieuwe natuurlijk. En we gaan eventjes naar social. Oh, wat is dit nou weer? Oh, natuurlijk. Ik heb ook een clan en zo. Hé, hey, Dion zit nog in de clan. What up, Dion? Hé, hey, last online 5 dagen geleden. What the hell, Dion? Dion heeft meer punten dan ik. Oké, die moeten we even inhalen. Ik heb namelijk helemaal niet gespeeld gewoon. Maar ja, we hebben dus ook een clan. Alleen de clan op dit moment. Ik weet niet of ik die nog ga starten, zeg maar. Dus je kunt proberen te joinen. Maar of ik accepteer, dat is nog het tweede. Dan zien we hier nieuws. En wat is hier bij het nieuws gaande? Double token weekend. Oeh, dat is wat chill. Het is vandaag zondag, dus double tokens. Super nice. En eens even kijken, wat zien we nog meer? Voor de rest volgens mij niet heel erg veel interessants. Oké, we kunnen meedoen aan bepaalde evenementen zoals ik hier zie. Hoppakee. Oké, nou die muntjes die spaar ik eventjes op, want dan kunnen we deze openen. Oh, dat wil ik hier doen. Hoppakee. En wat gaan we krijgen? We gaan 17 coins krijgen. En oh, we krijgen powerpoints, dat is natuurlijk nooit verkeerd. En krijgen we ook, oh jammer, we krijgen niks speciaals. In ieder geval super nice natuurlijk, we hebben best wel wat muntjes, we kunnen daar best wel wat mee. Maar eerst wil ik gewoon eventjes spelen, niet al te lang lullen. Let's play. En damn, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb gewoon op play gedrukt. Ik weet niet wat ik nu speel. Waarschijnlijk gewoon een normale game mode. Jawel. Gewoon gems pakken en die proberen bij je te houden. Oh, ik krijg een melding in het scherm. Maar in ieder geval, hoe werkt die aim ook weer? Eens even kijken. Oh, damn. Oh, damn. Ik ben nu al bijna dood. What the... Oké, ik ben... Oké, ik lette totaal niet op wat er gebeurde. Natuurlijk, ik ben een champion die heel erg snel doodgaat. Daar moet ik eventjes aan wennen. Daar moet ik even aan wennen. En ik kan best wel ver schieten. Dus in principe, ik hoef helemaal niet naar voren. Waarom zal ik dat doen? En hoppa, lekker hoor. En deze gaan we ook even pakken. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. En nee, nee. Ja, opa, die gaat dood. Ja hoor, lekker hoor. Maar die had helemaal geen muntjes. Dus in principe hebben we daar niet heel erg veel aan. Maar alsnog is het gewoon lekker om te hebben. En ik ga zo meteen mijn ulti doen. En mijn ulti ga ik hier doen. Want ik weet zeker dat er mensen zijn. Ja hoor. Oeh, deze is echt perfect geplaatst gewoon. Ja, dit is nice. Dit is netjes. Hoppakee. Ja, hij loopt er precies in. Dat dacht ik al. En we doen de ulti. En hoppa, iedereen gaat daar dood. En we kunnen alle muntjes pakken. Ik heb er eentje bij me. In totaal hebben we er 9. We moeten er nog maar 1 vasthouden. En als we dat voor een bepaalde tijd houden, dan winnen we de game. Zoals jullie zien, nog 13 seconden. Als we dit volhouden, zeg maar. Als we niks verliezen, dan winnen we gewoon. En ja, de tank komt eraan. Natuurlijk komt de tank eraan. En die gaat hartstikke dood. Ja hoor. Ik doe mijn ulti. En hoppa. Iedereen is dood. En als het goed is, oh, iemand is dood gegaan van ons. Ik pak de muntjes wel. Ik pak de muntjes wel. En ja hoor. Nu hebben we weer 10 muntjes. En nu moeten we weer eventjes wachten. En zo gaat dat de hele tijd door. Ik denk dat jullie het spel wel weer snappen. Ik in ieder geval wel weer. En ja, oké. We hebben nog 8 seconden. 7, 6, 5... 4, come on. Oh, nee, 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 de ulti. Oeh, ging bijna dood in de beer, joh. En match over. Hoppakee, de eerste game in anderhalf jaar tijd hebben we gewoon gewonnen. En ik ben ook de star player geworden. Oh, dit is gewoon perfect. Dit is gewoon perfect. Oké, dat betekent wat. Dat betekent gewoon wat. Dat betekent sowieso dat we nog eventjes nog een game gaan doen. Dit kreeg natuurlijk eventjes met een andere champion. Dat absoluut. Mijn XP, ik ben bijna level 17. Dus zoals jullie zien, ik heb vroeger inderdaad daadwerkelijk gespeeld. Exit. We gaan eens eventjes kijken naar een andere brawler. Een andere champion, zei ik net. Maar ik bedoel natuurlijk een andere brawler. Allereerst eventjes deze weer openen natuurlijk.
is natuurlijk altijd chill. Powerpoints, oké, leuk. En krijgen we nog iets? Nee, we krijgen helemaal niks meer. Brawlers, dus even kijken. Welke gaan we nu spelen? Oh, ik weet er eentje. Ik weet er eentje. We gaan sowieso met El Primo. El Primo is gewoon zo'n baas. We gaan hem ook even upgraden gewoon. Want deze wil ik gewoon eventjes sterk hebben. Oh, upgrade? Oh, shit, dat kan niet. Oké, sorry. Ja, ik dacht serieus dat het kon, hè. Ik dacht dat het kon. Maar ik heb dus van die andere dingen nodig. Ik weet niet precies wat eigenlijk. Wat heb ik daarvoor nodig eigenlijk? Oh, van deze dingen. Van dit spul. Powerpoints. Even kijken, die moet ik collecten van Brawl Boxes. Oké, duidelijk. Nou, in ieder geval, dat kunnen we nog niet doen. Dat maakt ook helemaal niet uit. We gaan in ieder geval gewoon lekker play doen. Ik ben gewoon ready. We gaan lekker de normale game mode eventjes doen. We laten het ook eventjes hierbij in deze video. Want anders dan word ik echt helemaal gek van al die andere game modes. Je moet eerst weer eventjes het spel leren kennen, snap je? Oké, ik ben nu El Primo. Ik weet toevallig dat hij heel erg short range is. Dus ik moet echt heel erg dicht bij de enemy staan. Oké, eens even kijken. En ik ben de tank, dus... Hoppa, kijk eens aan. Ik doe super veel damage op van die wat minder goede gasten, zeg maar. En ik ga hartstikke dood, maar dat maakt niet uit. Want ik ben toch een tank, dus het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Namelijk, mijn teammates, die hebben de gems opgepakt. Dus dat is het allerbelangrijkste. Het enige wat ik nu moet doen, is sowieso hun defenden. En dat ga ik op deze manier doen. En hoppa, damage. Hoppa, die heb ik. En deze gaat ook hartstikke dood. En... Hoppa, boom. Ik spring er gewoon op. Ik moet gewoon mijn ulti... Oh... Ik moest gewoon mijn ulti gebruiken. Die moet je gewoon zo vaak mogelijk gebruiken eigenlijk. Dat is gewoon het beste. Natuurlijk wel op de juiste situatie. Dat snap ik ook wel. Alleen, ja. Anders dan gebruik je hem nooit, zeg maar. En ik ga weer dood. Maar letterlijk het team focus op mij. Ja, helemaal prima. Kill mij maar. Maakt letterlijk niet uit. Want wij hebben nu al 3 puntjes. Maar hun ook. Chips. Oké. Weet je wat ik ga doen? Ik weet niet hoe goed mijn teammates zijn. Ik ga ook gewoon voor die gems. Want anders gaat het misschien fout. Ik weet het niet zeker. Hoppa, deze heb ik. En ik pak de overige, hoppakee. Ik heb er nu 3 bij me. Nu mag ik eigenlijk niet doodgaan. Dus we hebben in totaal nu al meer dan 10. Dat is sowieso goed. En deze killen we ook nog even, hoppakee. Deze killen we ook nog even. En... Ja hoor, nog 5 seconden. Deze hebben we sowieso gewonnen. Ik heb er 4 vast. Die andere heeft er 8 vast. Oh damn, dit gaan we sowieso winnen. We hebben gewonnen. Match over. En dit gaat echt rete snel. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Oké, lekker hoor. El Primo, een van mijn favorieten. Dit is echt zo'n chillen. Daarbij ben ik ook level 10. Ja, behoorlijk hoog dus. We doen gewoon play again. Let's go. Ik wil nog 1 keer met El Primo. El Primo is echt leuk om te spelen. Dit ging wel heel erg snel, vond ik. Dus we gaan eens eventjes kijken wat we hier tegen kunnen doen. Volgens mij moeten we tegen lastige tegenstanders. Not sure. Volgens mij zijn dit allemaal range namelijk. Dus dat betekent dat het redelijk lastig voor mij kan worden. Tenzij ze slecht zijn. Ja hoor. Deze is range. Die andere ook. Die andere ook volgens mij. Of niet? Oh ja, volgens mij ook. Oeh, daar moet ik echt oppassen. Oh nee, die is niet eens range. Die is niet range. Oké, dat is perfect. Dus we hebben nu al 3 gems. Oh, dat is gewoon letterlijk even wachten. Ze zijn letterlijk nu al dood, hè. Ze zijn nu al dood. Maar dit is echt zo'n perfect muurtje om achter te zitten. Kijk dit dan. Hoppa. Nee. Oh, hij is sterk. Oh, ik ga eventjes naar achteren toe. En, hé, niet die... Nee, dit is mijne. Dat is mijne. Nee, ik ga dood. Ik ging dood. Nu hebben ze echt veel. Want ik weet zeker dat die ze nu allemaal gaan pakken. Huh? Hoe hebben wij alle punten? Ik snap er niks van. Ik snap er oprecht helemaal niks van. Nou, deze gaat even dood. Hoppakee. Teammate, help mij. Oeh, ik ben net op tijd nog levend geworden. En hij heeft echt 4 van die puntjes. Nou, dit pik ik niet. En ultimate. Hoppakee, dit is de perfecte ultimate. En nu moet ik snel naar achteren. Ik sta achter een muurtje, zodat ik niet gehit kan worden. En ik moet healen. Ik moet echt healen als een malle. En we hebben in totaal 10 punten nu. 10 van die gems. Oh, come on. We moeten dit overleven. Hoeveel heb ik er? Ik heb er 6. Oh, ze willen mij sowieso heel graag killen. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, ultimate. En boom. Ik kon hem net niet doen. De ultimate kon ik gewoon net niet doen. Oh, dat is zonde. Wel een victory natuurlijk. Dat is super chill. Ik was geen star player. Jammer genoeg. Maar ja, misschien verdiende ik dat ook niet. De eerste paar seconden ging ik best wel vaak dood. Maar, oh, dit gaat lekker hoor. Hoppakee. En, oh, ik heb weer de keer 2 natuurlijk. En je hebt een gelimiteerd aantal waarmee je het keer 2 kan halen. Dus dat is natuurlijk wel jammer. Maar alsnog is het wel super chill natuurlijk. We gaan nu eventjes met een andere brawler.
Eens even kijken met welke we gaan. We gaan sowieso met deze. Deze wil ik niet doen. Even kijken, welke was het ook weer? Oh ja, deze. Hoppa, ik wil sowieso eventjes deze gebruiken. Kan ik hem upgraden? Jazeker, ik kan hem upgraden. Dat gaan we ook eventjes doen met 20. En we gaan hem nog een keer upgraden. We gaan hem nog een keer upgraden. Nog een keer upgraden. En oké, dit is wel eventjes genoeg. Oké, let's play. Let's go. Deze brawler is zo geniaal, hè. Deze speelde ik ook best wel wat. Deze heeft echt gigantische range volgens mij. Wat ik me kan herinneren in ieder geval. Oké, we gaan eens even kijken. En ja hoor, kijk eens aan. Deze kaatst alles. Dat is super nice. En hoppakee, daar gaan we hoor. Ze komen daar langs, denk ik. Ja hoor, kijk eens aan. Kijk die hits. Oh, dit is zo perfect. Ik hou hiervan. Gewoon een beetje op afstand schieten. Dat is het enige wat ik hoef te doen. Dus ik ga eigenlijk bijna nooit dood. Dat is super chill. Tenminste, als ik niet oplet, dan ga ik natuurlijk wel dood. Maar ik kan echt van zover gewoon damage doen. Dit is zo'n irritante brawler voor hun. Kijk dan, hij krijgt nu alweer damage op zich. En niet zo'n beetje ook, hè. Ook gewoon veel. En hoppa, kijk, dit is mijn ultimate. En volgens mij heb ik gewoon iemand. Oh, ik heb hem nu volgens mij. Oh nee. Nee, oké, mijn teammate had hem. Maar alsnog, ik had hem echt super harde damage gedaan. En deze heb ik als het goed is wel. Come on. En mijn ultimate. En ze komen er gewoon niet langs, joh. Ze komen er niet langs. Ze zijn echt klaar. Oh nee. Dit zijn mijn muntjes. Nee. Ga weg. Ja, oké. Ik dacht dat ik daar dood ging. Ik ging er gewoon te dichtbij staan. Dat is dom. Maar we hebben al 8 gems, hè. Dus dat betekent gewoon dat we deze waarschijnlijk best wel snel gaan winnen. Oké, hier kan ik lekkere damage doen. Heerlijk gedaan, guys. Oh, waar ben ik? Oh, hier ben ik. Oké, ik was serieus eventjes mijn brawler kwijt. Ik dacht, wat de hel is er gaande? Oké, dit gaat lekker. We hebben er nu in totaal 10. Dus dat betekent dat hij zo meteen gaat aftellen. Ja hoor, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ze gaat zo hard verliezen. En ik doe mijn ultimate gewoon, dat het kan. Hoppakee. En lekkere damage doen. Ik heb er eentje, hij heeft er 9. Dat betekent in totaal 10. Daarnaast heeft mijn teammate er ook nog 4. En we hebben gewoon weer gewonnen. Ik heb nog 0 keer verloren. Dat is natuurlijk super nice. Oké, we gaan nog 1 game doen. En dit keer doe ik hem weer eventjes met deze. Oh, of ik doe een random. Kan dat ook? Oké, ik doe gewoon random. Als dat mogelijk is. Ik weet niet eens of dat mogelijk is. Het is volgens mij niet mogelijk. Maar dan doe ik een andere wel. Dan doe ik wel eventjes deze. Deze is namelijk ook wel grappig. Oké, let's play. Searching for players. En het super chill is. Volgens mij spelen best veel mensen het nu weer. Dus je kunt super snel matches vinden. Wat natuurlijk ideaal is. Dus we gaan eens even kijken of we deze weer kunnen winnen. Als we deze weer kunnen winnen, dan zitten we sowieso te laag in de league, zeg maar. Dan moeten we echt omhoog gaan. Oké, we doen weinig damage, maar dat komt ook een beetje... Wat is dit eigenlijk? Is dit de heal of is dat... Ik weet niet meer wat het was. Wat doet deze guy hier helemaal beneden? Wat doet hij daar beneden? Ga eens weg, joh. Hoppakee, die is afgemaakt. Oké, maar hun hebben ondertussen al 4 van die dingen. En nee, dat is El Primo. Oké, we gaan hem pakken. Hij wilt op mij. Maar dat gaat hem niet lukken. Hoppakee, we hebben alle muntjes van hem gepakt. Alle gems, moet ik zeggen. En hoppa, deze hebben we ook gepakt. Lekker hoor. Ik heb er in totaal nu 4. En ik pak deze ook. En hoppakee, we hebben er 5. Oké, ik ga zo dood. Ja hoor, dat dacht ik al. Hij heeft serieus de ulti op mij gebruikt, lijkt. Ja, oké, dat was natuurlijk wel slim. Ik bedoel, nu hebben ze 6 van die dingen. En volgens mij is dat enkel en alleen El Primo die dat heeft. Oh, nee, hij gaat helemaal naar achteren. Dus dat betekent dat... Oké, dit gaat echt heel erg irritant worden voor ons. En ik ga weer dood. Oh, ik heb 20 HP. Nu moet ik echt oppassen. Ik moet healen. Oh, shit. Oh, daar is die. Jeetje. Ga ze weg, El Primo. Oeh, ze hebben er 10. Nee, dit gaan we verliezen, joh. Als hun dit volhouden, dan hebben we verloren, joh. Dan hebben we zo hard verloren. Come on. Ja, we hebben ze. Oh, nice. Net op tijd. El Primo, nee. El Primo heeft een 9. Deze guy moeten we killen. Als we deze guy niet killen, dan is het klaar. Come on, team. Team, waar ben je? We moeten hem killen. Oh, chips. Ze hebben er nog steeds 9, dus dat scheelt. Ze gaan nog niet winnen. En wij hebben er... Oké, laat maar. Ze hebben er 13. Oh, dit is zo vervelend. En wie heeft ze allemaal? El Primo natuurlijk. El Primo. Dus we moeten nu naar achteren rennen. We moeten hem killen. Als we dit niet doen namelijk, dan hebben we sowieso verloren. En hij is hier zo, maar ik ga toch dood. Ja, ik kan niks anders. Oké, deze hebben we verloren. Dit is de eerste match die we hebben verloren. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, we hebben er 3 gewonnen. Of 4 zelfs. En we hebben er 1 verloren. Dus ik vond het in ieder geval super nice. Ik ga weer eventjes ontdekken hoe Brawl Stars precies in zijn werking gaat. Want het is natuurlijk allemaal redelijk nieuw. Maar alsnog gaat het wel lekker. Ik kan 2 boxes openen. Dat ga ik natuurlijk nog eventjes doen. En we krijgen... Oeh, nice. We kregen ook gems. Dat is natuurlijk super nice. En wat krijgen we hieruit? We krijgen... Oké, we krijgen puntjes en event tickets.
Bijvoorbeeld event tickets, wat is dat? Ik heb geen idee. Kijk, dat soort dingetjes moet ik echt eventjes onderzoeken. Event tickets give you entry to ticket events. Find event tickets inside brawl boxes. Oké, kan ik dan hier aan meedoen of zo? Of wat is het idee erachter? Nou, dat soort dingen weet ik bijvoorbeeld nog niet. Maar ik ga er zeker weten achterkomen, want Brawl Stars ga ik weer veel spelen. Het is echt een superleuk spel natuurlijk. Vonden jullie het ook super nice? Druk dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneren kan natuurlijk ook op ons kanaal. En ik zou zeggen, misschien wel tot de volgende Brawl Stars video. Mensen, tot de volgende video. Peace out.